De belangrijkste onder jullie moet als de minste zijn. En de leider moet als een dienaar zijn. Wie is belangrijker? Degene die aan tafel eet? Of degene die bedient? Degene die eet aan tafel natuurlijk. Maar ik ben bij jullie als iemand die dient. Jullie zijn in al mijn beproevingen bij mij gebleven. Zoals mijn vader mij voor het koningschap heeft bestemd, bestem ik jullie voor het koningschap. Jullie zullen eten in mijn koninkrijk, aan mijn tafel. En zitten op tronen om recht te spreken over de 12 stammen van Israël. Dus dan is er geen verrader. Simon, luister. Satan heeft geëist jullie allemaal te testen. Hij wil jullie als graan zeven om te zien of jullie geloof echt is. Maar ik heb voor je gebeden, Simon, dat je geloof niet bezwijkt. En als je tot inkeer bent gekomen, moet je je broeder sterken. Heer, als het moet, ga ik met u de gevangenis in. Om met u te sterven. Petrus, de haan zal vandaag niet kraaien voordat jij 3 maal hebt gezegd dat je me niet kent. Ik gaf niks mee toen ik jullie uitzond. Kwamen jullie toen iets tekort? Nee, niets. Nu moet je kijken wat je nodig hebt en dat meenemen. Als je geen zwaard hebt, verkoop je mantel en koop een zwaard. Gods woord zegt, hij zal op 1 lijn gesteld worden met de misdadigers. En wat daar geschreven is over mij, gaat nu gebeuren. Kijk, hier zijn 2 zwaarden, heer. Zo is het genoeg.